Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Rise of the Tomb Raider. We gaan een crypt in. We weten nog steeds niet precies wat het is. Ik neem aan gewoon een soort graftombe wel, maar... Het kan zijn dat het niks te maken heeft met die graftombes waar je allerlei mooie dingen van krijgt. Het kan zijn dat het gewoon iets is wat backstory vertelt ofzo. Ik heb geen idee. Ik weet wel dat dit fucking donker is. En... Dat we waarschijnlijk wel naar beneden moeten. Yep. Wel eens waterd. Dan hebben we hier paddo's waar ik geen zak aan heb. En dat is dus de weg naar boven. Dan moeten wij het water in en waarschijnlijk gaan duiken. Yep, snel. Zwemmen. Goed zo, Lara. Goed zo. Dan ligt hier een document. Echt die wallhack versie van die collectibles dingen echt zo fucking handig, hè? Niet gezond. Maar we wisten nu gewoon al dat hij daar lag voorbij de muur. Wat is dat? Kunnen we daar naartoe? Ja. Ik weet niet waar we dat waar ik naartoe moeten, kunnen we dat? Maar we gaan gewoon naar beneden. Die kunnen we gewoon lopen trouwens. Rivka. The architect. Oké. Okay. Yay, Grieks is level 6. Woep. Geen idee waar de level cap zit voor Grieks. Geen idee. Kunnen vanaf hier ziplinen. Dan ben ik benieuwd wat we aan de andere kant dan hadden. Wat we daar konden doen. Hier helemaal niks verder? Nee. Ik kijk nog steeds wel natuurlijk goed. Want niet alles wordt aangegeven met dat wallhack systeem. Het zijn ook dingen die niet zichtbaar zijn erdoor. Zoals deze explosieve dingen, die paddo's en weet ik het allemaal wat. Dan is de vraag, kunnen we hier ergens... Oh, fijn dat ik een pijl aan het maken ben. Kunnen we hier ergens onderdoor duiken? Nope. Zo te zien niet, hier kunnen we ook niet op. Wel via hier neem ik aan. Yep. Kijk, dan komen we wel ergens. Dan komen we hier bovenop. En dat allemaal puur voor explosive shit. Oké, waterloze grot waar we niks aan hebben. Maar we kunnen wel naar rechts toe. Dus dat is wel iets positiefs. Dan is alleen de vraag. Ik denk dat het de weg naar boven weer is, als ik eerlijk ben. Zo kijk. Er komt weinig voor dat we naar beneden moeten klimmen, zeg maar, met die pik alweer. Meestal is dat altijd de zipline of wat dan ook naar beneden toe. En juist weer de terugweg naar boven klimmen met die pik alweer. Vandaar dat we maar even op deze manier doen. Het is toch zo'n een tombe-achtig iets, maar de simpele versie volgens mij. Niks, geen fucking dingen hier. Geen muntjes, helemaal niks. Wat een rommel. Eens kijken wat dit ons geeft. Want dit is inderdaad wat anders. Een crypt is iets wat je een onderdeel geeft van, in dit geval, dus de antieke boog. En dat is dus niet een uitdagingstomme. Een uitdagingstomme, zoals dit ding dus, is voor een nieuwe skill. En de crypt zijn dus voor nieuwe onderdelen. Dus dat is het verschil. En we hebben hier dus nog een crypt. En als we daar waarschijnlijk naar binnen gaan, dan krijgen we het vierde onderdeel van die boog. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En ik denk dat het zo een beetje werkt, zeg maar. Voor nu gaan we in ieder geval weer naar buiten uit de crypt. We hebben hier verder niks geen doen meer. Dat is een beetje raar. Zoals altijd. Dan gaan we hier langs. Volgens mij kunnen we hier dan weer naar boven klimmen. Yep, kijk, daar is de weg naar boven. Nou, dan weet ik ook gelijk weer goed het verschil tussen crypts en catacombes. En deze zijn ook niet erg moeilijk, dit zijn geen puzzeldingen. Dit is gewoon een beetje klimmen en doen en exploren en that's it. En die catacombes, dat zijn echt gigantische puzzels. Wat wel fucking ziek is, naar mijn mening.
nog steeds. Niet dat de crypts niet leuk zijn. Dat denk ik wel, maar... Moet ik nou eerst hierop staan en dan springen? Oh my god. Moet je niet water in rennen, jongen. Doos. Oké, naar boven. Kom op, klim. Goed zo. Brave Lara. Dan gaan we eens even kijken of we die voorraden nog kunnen vinden. Want die moeten hier ook ergens liggen. Ik weet niet precies waar. Eentje hebben we net voorbij gelopen in theorie. Maar dat denk ik niet. Ik denk dat die boven ergens ligt. Zo mooi door de waterval heen. We springen gewoon naar beneden. Oh oh. Oké, dat overleven. Hoge duik. Spring boven water van platforms af en druk snel op LT terwijl je... Oké. Okay. Helemaal prima. Oké, hier is verder niks. Kunnen we hier uit het water klimmen? Nope. Hier dan? Nee. Oké. Okay. Handig. Hier wel, hoop ik. Ja. Oké, okay, nice. Dan zullen we kijken wat hier... te beleven valt. Het is hier een beetje dood. Is dit een... Dit is een catacombe uitdagingstomme. Oké, okay, mooi. Dan gaan we deze uitdagingstomme binnen. Ik ben benieuwd. Ik hoop jullie ook. Ik ben benieuwd wat voor puzzel we tegenkomen. Oh, exotisch dier. Hele boze beer. Hele boze beer. Hele boze beer. Get wrecked door gas, beer. Kom dan. Kom maar naar buiten. Ja, doe maar. Haha. Ha. Ha. De beer is dood. Na 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 na. Nou kunnen we volgens mij ook iets upgraden. Als ik het goed heb. We moesten er nog een berenhuid voor hebben. We moeten sowieso nog wel aardig wat huid hebben. Dus we moeten sowieso wel bambi's killen en konijntjes en weet ik het allemaal wat. Maar we hebben in ieder geval een berenhuid. Dat is wel iets. Vraag me af of dat dan het exotische dier was. Ik neem aan van wel. Anders zijn we nu de lul, want dan is er nog een tweede ding. We kunnen hier Bambi pakken voor de huid. En dit ding gaan we kapot maken. En dan zullen we kijken wat we unlocken. Ik ben benieuwd wat voor skill we krijgen. Ze zijn tot nu toe allemaal nog waardevol geweest. Dat we echt iets aan hadden ook. Dus... Ah, dit is echt smerig water, jongen. Jesus Christ. Oké. Okay. Ga naar boven. Dank u. Hey, deze kunnen we dus niet doen, omdat we een beademer moeten hebben. En die hebben we niet. Dus we kunnen deze nog niet doen. We hebben hem in ieder geval open. Eens even kijken. Waar gaan we dan naartoe? Geen idee eigenlijk. We hebben hier nog een tombe. Die kunnen we even ook proberen. Die zit in de buurt. Gaan we even naar links. En we gaan sowieso natuurlijk nog wat hunten. En weet ik het allemaal wat. Want ik wil betere gear. Dat is mijn doel. Ik ben blij dat op zijn minst de beer dood is. Dat geeft een goed gevoel. Ik vraag me nou wel af wat hiervan precies de bedoeling is. Want we kunnen daar naar boven toe, maar niet echt maar dat ding. Tenminste, dat werkte nog niet echt geweldig, als ik eerlijk ben. Maar ja, we zullen het nog een keer proberen. Met de touw, oh. Als ik tenminste in de boom spring. Klim tegen de boom op, goed zo. Oké. Okay. Poging nummer 2. Oh oh. Dat was lelijk. Dat was echt lelijk. Oké, de bom weer in. Dan weer daar naartoe. Hij bleef niet zo mooi hangen nu. Hij ging echt heel snel heen en weer. Ik denk dat we het momentum moeten gebruiken ook. Dat we dan meer geluk hebben. Als we momentum gebruiken. Dat we dan verder vliegen, zeg maar. Nope. Is dat een beklimbare muur of zo? Of wat mis ik? Ik vind dit echt een raar paaltje. Ik ga me ophouden.
We gaan wel weer even hier naar boven. En vanaf hier kunnen we volgens mij wel een beetje over de rotsen heen glitchen. Naar dat plekje toe. Ik weet het anders ook niet. Een beetje vaag hier. We hebben hier die waterval weer. Dat is al wel eerder geweest. Kan je hier wel staan, denk ik. Ja, dat is veilig nog. Oké, want daar wil ik naartoe. Zou dit goed gaan? Gaan we erop gokken? Nou ja, fuck. Nee, je weet me nooit. Soms is de game een beetje glitchy namelijk. Dan kun je van 600 meter hoogte zomaar toch nog landen en niet je vingers breken. Wat ik erg knap vind. Maar, ja. Ik weet niet echt wat het idee hier is. Er is niks wat zegt van, hey, zo kun je naar boven of wat dan ook. Maar daar hebben we geprobeerd op te springen, maar dat werkt niet. Nee, het zal wel. We gaan verder even kijken waar we naartoe gaan. We hebben een missie natuurlijk, ook nog steeds. Die is hier. Dus ik denk dat we maar even eens door gaan lopen en wat gaan hunten eigenlijk. En even naar die tombe toe. Ik denk dat dat een goede planning is. We gaan even oversteken. Dit is echt veel naar de tering. Ze hadden het ook over een overstroming. Ja, dat is goed te zien dat die shit naar de tering is gegaan. Oh. Oké, dat ging helemaal mooi. Was nou L nog wat? Goed bezig, Lara. Dat was iets dat we LT konden drukken of zo. Voor een mooie duik. Game. Dat overleef ik, je zou je benen breken. Oké. Waar is die uitdaging, Tomme dan? Die is hierboven. God damn it. Had ik niet naar beneden moeten springen? Was dat mijn fout? Lara, I'm sorry if Sophia was less than welcoming. I understand. Ik had hem. Ik had een konijn, daarom kreeg ik XP. My people have spent decades fighting outsiders. It's not an easy habit to break. See if you can lend a hand with the preparations. A little hard work will go a long way towards building trust. I'll see what I can do. Bambi. That's Bambi. Awesome. We moeten namelijk nog veel huid hebben, dus. Trinity will be here soon. Is dat Trinity? Nee. Oh ja, ik moet nog een extra huid. Dan hebben we die verdedigings shit. Ik ben benieuwd wat we er allemaal mee kunnen, maar. Ik kom vanzelf wel achter. We kijken dat we hier niks missen. Daar is nog een kistje. Dat wil ik ook wel even bekijken natuurlijk. Is het een met een lock? Nope. Oké, dit is openbreken. Er zijn twee types namelijk van dat ding. Onderdeel zwaar kaliber pistool. Sowieso. Doe maar duur, game. Doe maar duur. Waarom kunnen we daar op schieten? Wat voor nut heeft dat? Je kunt niet omtrekken, niks. Daar is die catacombe trouwens. Zie? Dat is de catacombe. Of uitdagingstombe, hoe je het wil noemen. Hoi, hey, daarboven ligt iets. Nee, we gaan even op zoek naar een tweede Bambi. Daar hebben we een tweede Bambi. Oh, dat was niet raak. Maar eerst even konijn vullen. Oh, mis ik nou iets hier? Fucking voorraad. Dat is toevallig. Met een exotische pelt. Oké, cool. Nou ja, als we dit nou gebruiken, dan kunnen we zien waar Bambi naartoe gelopen is. Normaal gesproken. Ja, hier. Bambi, oh Bambi, waar ben jij heen? Daar, begint. Arme Bambi. Oh,
Ah, oh, kut. Ik kon die tweede net niet raken. Ah ja, we hebben genoeg voor die optionele shit. Ineens door. We hebben hier gelijk de grot. We gaan naar de volgeling bouwen. Dat doen we straks wel even gaan. Als we toch in de grot zijn, waarom niet? Gaan we gelijk even de grot in. Volgens mij die grot hieronder, hè? Ja. Oké. Okay. Awesome. Ziet er gezellig uit. Muntjes? No, paddo's. Altijd die fucking paddo's, hè? Ik haat die dingen. You're making great. You're making great. Nog wat dus. Echt, ik haat die fucking paddo's. Waardeloze rommel. Die zien er altijd uit als muntjes. Gestapelde muntjes. What the fuck ben je aan het doen, Lara? Klim die rots op, jongen, knuffel. Oké, okay, hier weer onderdoor. We gaan er zo even weer naar boven toe. Voor die verdedigingsdeur. We hebben hier nog muntjes, dus daar gaan we ook even naartoe. Waar zijn de muntjes precies? Voor ons. Als het goed is. Hier ergens. Kijk aan. 15 munten. Holy crap. Hierboven ligt iets. Dat gaan we ook even naartoe. En dit boekje. You'll never find a finer meat. Bla 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 bla. Wilde zwijnen. Dit ziet er echt cool uit, joh. Daar hebben we fucking ijsschotsen. En hier is het gewoon lekker dooi. Zeg maar. Ideaal. Ik ga gewoon eerst nog even wat rondkijken natuurlijk. We hebben ook nog een exotisch dier. Dus daar gaan we ook even naartoe. Ik neem aan dat het weer een... Ik neem aan dat het weer een push mouw is. We gaan even... Oh fuck, heb ik jou geraakt? Was dat raak? Nee, nee. Ja, dat was raak. Maar op iets... Oh, dat was op een eekhoorn, per ongeluk. Sorry, eekhoorn. Als kut voor die eekhoorn. Ach ja, moest maar geen eekhoorn zijn. Waar is Bambi naartoe? Geen derde op konijntje. Dat jagen blijft echt zo leuk om te doen. Dat is echt gewoon leuk. Dat was in Far Cry 3 ook leuk. Gewoon rondrennen en jagen. Was hier nou iets of niet? Nee, die dingen waren gewoon raar wit. Oké. Okay. We gaan dus even hier naartoe. Ik weet niet wat we met deze platen kunnen. Bondgenoot in de buurt. Okay. Maar hier binnen. Oh, daarboven. Mag ook. Nog een boekje. The day I feared has... Een nieuwe dag. Don't fucking care. Waarom was dit... opgelicht. Of... Ah, nou niet meer. Dat is allemaal. Dit is onze bondgenoot. Hallo. What the fuck is dat? Een drone. Nice. What can I do? Zieke shit. These invaders have a new tool to threaten us with. Small helicopters piloted by machine. Drones, they tell me. Uh-huh. The things don't fight back, but they've got what looks like a camera inside. They're mapping the valley, and we're losing our advantage. I've been able to bring a few of them down, but with those weapons, I expect you'll have better luck. Zieke shit. Will you help? Tuurlijk wil ik helpen. I'll bet I can take a few of them down. Fucking awesome. Ah, ze zijn echt hier in de buurt ook. Het zijn er vier. Oké, we gaan drones hunten, jongens. Dit is zo cool. Ik had dat niet verwacht. Het is wel logisch, moet ik zeggen. Dit is weer zo'n kaart met dingen voor mij. Yep. Alle locaties van documenten en weet ik het allemaal wat. Fucking ziek. Maar ik had het niet verwacht. Ook al is het wel logisch. Want die lui inderdaad zijn best wel high-tech. Dus dat ze drones hebben vliegen. Best wel logisch. Dat ding, dat vliegt hierheen. Hé, hey, dat is een grote explosie voor een kleine drone. Damn. We hebben nummer 2 hier ook al. Wat te horen. We horen hem wel, maar ik zie hem niet. Daar.
Oh, get wrecked, motherfucker. Welke was dat die daar bij de exotische dieren in de buurt zit? Okay. Exotisch dier in de buurt. Ik weet het, game. Ik hoor hem. Hier hebben we ook weer zo'n slingerding. Oh. Dat is echt gemeen. Die slingerdingen zijn kut. Ze tikken veel te snel weg. Ik leef. Ik wil dan naar boven toe. Ik vind het echt super cool met dat uitzicht van die ijsschotsen. Dat is echt zo fucking awesome. Dit is echt een geweldige omgeving. Ik vind dit een mooiere omgeving dan sneeuw in het begin. Eigenlijk, of Syrië. Als je gewoon hier naar kijkt. Het ziet er toch ziek uit, man. We hebben hier gewoon bomen en bos enzovoort. En als je dan zo rondkijkt, moet je dit zien. Dit is toch echt gewoon... Dit is perfect voor op een aanzichtkaart. Of een thumbnail. Je merkt het al vaker dat ik wel plekjes opzoek, volgens mij. Om een mooie thumbnail te maken in een port. Ziet er altijd leuk uit. En is volgens mij ook gewoon leuk voor jullie. Ik krijg een beetje een hint wat er gebeurt in de port. En het ziet er gewoon mooi uit. We gaan even... Oh, ik kan zeggen we gaan het exotische dier opzoeken. Maar het exotische dier vond ons. Het is wel weer een Pushimau. Dus dat is leuk om te weten. Dan kan ik weer vals gaan zingen. Voor Pushimau. Dan kan ik zeggen Pushimau, kom eens gauw. Oh, jij bent een andere Pushimau trouwens. Wat ben jij? Ben jij een... Waar kom jij naartoe? Dat lijkt meer links dan een ander ding. We gaan eerst even hier naartoe. We hebben hier nog een dier volgens mij. Yep. Een ding wat we kapot moeten snijden. Pijlen. Hangen en uitdrogen. Dan kunnen we die oppakken ook nog. Oh. Als ik de goede toets indruk. Maar nog meer hout. Ah, ik wil Pushimau vangen. Normaal jullie ook. Normaal voor Pushimau is. Pushimau. Kom eens gauw. Uit jouw grot. We gaan zo meteen dood. We pakken even de muntvoorraad die hier moet liggen. Ergens. Yep, hier. Oké, okay, lekker. Ook mooi meegenomen. Waar de fuck is Pushimau naartoe? Game. We lopen maar even een rondje. Misschien dat Pushimau dan opnieuw spawnt ofzo. Geen idee. Denk het wel. Aha. Was dat raak? Oh oh. Kom hier, Pushimau. Dat gas vindt Pushimau niet echt leuk, moet ik zeggen. Dat is leuk. Niks dan weer leuk. Ah, au, au. Nee, Pushimau. Oh, ik heb geen gifpijlen meer. Oké, okay, even gifpijlen maken. Het is net een paard, jongen, wat galoppeert. Kom eens hier. Oh. Dat was een beetje een foute gasgenoot. Oh oh. Jij bent een boos poesje met gif. Jij bent een dood poesje. Haha. Kom jij maar eens even hier, vriend. Hij was wel lief. Hoi. Dat was dat. Dat hebben we ook overleefd. In alle glorie. Hierboven. Geen idee wat daar boven is eigenlijk. Moet ik erop schieten? Nope. Dat zal wel. We hebben nog een paar drones die we uit de lucht moeten schieten. Dat is even ons volgende doel. En nadat we dat hebben gedaan, dan gaan we even naar boven. En dan gaan wij die optionele opdracht inleveren en even naar het kampvuur toe. Om onze shit te upgraden en dan komen we wel even terug naar deze mevrouw weer. Ja, daar ben ik nog wel van plan.
Ik hoor die drone wel. Vraag is alleen waar die precies is. Oh, fijn dat we naar beneden flikkeren. Die drones die maken echt een hakkabal, jongen. Oh, dat was dus een bakjes. Maar eerst maar even die drone. Bambi kunnen we namelijk gewoon nog achtervolgen. In zijn reet. Oké. We hebben weer een mooie huid erbij. Nog één drone. Die vliegt een beetje hoog in de lucht. Allee, we gaan eerst wel even gauw weer naar haar toe. We wisselen echt de hele tijd van directie. Maar dan hebben we in ieder geval dit gedaan. En dan gaan we dus naar een andere zooi toe. Maar dat zal in de volgende part zijn. Dus ik ga alleen nog even naar haar toe. Even kijken wat zij te vertellen heeft. En ik ben wel benieuwd. Als je het even in de comments wil zetten. Welke omgeving vind je mooi? Die sneeuwomgeving waar we in waren. En dan heb ik het over de free roam delen natuurlijk. Aha, inderdaad. En doe maar 10 euro. Oh, antieke horend boog. You're serious? Alternatieve wapens, de barmhartige Samaritaan. Voor elke categorie wapens zijn meerdere wapens beschikbaar. Elk wapen heeft unieke voordelen en nadelen. En je kunt aanpassen hoe ze eruit zien. Voor sommige wapens zijn exclusieve upgrades beschikbaar. Je kunt alternatieve wapens bekijken en uitrusten in basiskampen. Oké. Ik ben super benieuwd wat dat voor boog is. Die hoornboog. Dat klinkt wel cool, moet ik zeggen. Maar ik wil dus in de comments even weten welke free roam-achtige omgeving je dus mooi vindt. Dus dat is de geothermische vallei. Wat een woord. Of deze. De Sovjet-installatie. Sovjet-installatie was dus heel veel sneeuw en shit. Waar we in het begin waren met die houtzagerij enzovoort. Vind je dat een mooi gebied of vind je deze mooi? Ik vind persoonlijk deze mooier omdat hij groter is. Hij is een stukje groter. Het is gewoon een mooiere setting naar mijn mening. Met al die bossen en dan die beekjes en weet ik het allemaal wat. Niet dat die sneeuwmap slecht was. Maar wat minder interessant aan de ene kant. Wat eentonig. En dit voelt veel veelzijdiger aan. Naar mijn mening dan toch. Maar laat in de comments even weten wat jij er dus van vindt. Voor de rest hoop ik dat je het een leuke video vond. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. En dan zie ik je weer in de volgende part. Laters.